In deze video maken we de achtergrond perfect wit. Ondanks dat ik meer dan 100 filmpjes heb gemaakt over Photoshop, bleek dat ik er nog niet echt eentje had over het wit maken van een achtergrond. En dat gaan we dus in deze film doen. Als je naar deze foto kijkt, ik heb op het moment van de foto maken mijn achtergrond niet zo geweldig uitgelicht. Dus hij is A niet egaal en hij is B niet wit. Als ik bijvoorbeeld even het pipetje pak, dat vind je hier. En ik heb het info venster openstaan. Dat heb ik rechtsboven. Heb je dat niet? Dan kun je bij venster en klikken voor info of op de sneltoets F8. Nou, dan kan ik met het pipetje kan ik ergens boven gaan staan. En je ziet dan onder andere de RGB waarden. En in deze rechterbovenhoek zijn de RGB-waarden 196, 191 en 188. En hier linksonder zijn ze bijvoorbeeld alle drie 255. Dat betekent dat het linksonder puur wit is. En rechtsboven is het eigenlijk gewoon een klein beetje grijs. Nou, dat is dus niet helemaal de bedoeling. Ik wil de achtergrond mooi, egaal wit. En dat ga ik doen met een aanpassingslaag van niveaus. En de aanpassingslaag dat vind je hier rechtsonder bij het zwart-witte bolletje. Als je dan op niveaus klikt, dan komt daar een laag bij. En deze laag is eigenlijk een filter. En ik ga even het filter lostrekken, zodat ik het ietsjes groter kan laten zien. Dit filter, niveaus, dat heeft een histogram. En in dat histogram in het midden is eigenlijk... De hoeveelheid licht en donker in mijn foto vertegenwoordigt. Aan de linkerkant vind je de donkere partijen. En daar zit eigenlijk niet zoveel informatie. Alle informatie is vrij laag. Het is niet echt een bergje. En aan de rechterkant vind je de lichte partijen. Nou, en dat is dus ook het wit. En je ziet dat daarvan veel aanwezig is. En dat klopt, want ik heb een vrij lichte achtergrond. En ik heb een wit jurkje op het model. Maar het is dus allemaal niet zo spierwit. Er zit uiterst rechts eigenlijk niet zo gek veel. En dat kan ik met één druk op de knop gewoon helemaal veranderen. Er zitten hier drie pipetjes aan de zijkant. En als je het pipetje kiest met de witte vulling, dan kun je ergens gaan klikken en daar wordt het dan spierwit. En ik trek daarvan een gemiddelde van 31 bij 31. En ik ga mooi in de rechterbovenhoek staan en ik druk gewoon. En je ziet, alles is nu spierwit. Hang ik er bijvoorbeeld boven met het pipetje, dan zie je. Wat de oude waarden zijn, maar ook wat de nieuwe waarden zijn. 255 en dat voor alle drie de kanalen. En dat is ook nog steeds aan de linkerkant van de foto. Helemaal prima. Maar je ziet eigenlijk gewoon meteen wat er misgaat in de foto. Als ik bijvoorbeeld het filter nog even uitzet. Dit is de oude situatie en dit is de nieuwe situatie. Mijn model wordt ook een klein beetje lichter en de jurk die bijt eigenlijk helemaal uit. Daar zijn alle details in weg. Dus dit is de oude en dit is de nieuwe. En ik wil eigenlijk gewoon de achtergrond lichter maken. En mijn model wil ik gewoon laten zoals het is. Dus ik gooi dit eigenlijk even weg. En ik zet dit gewoon weer hier tussen. Wat ik dus moet doen is een selectie maken van het model. En dat kan op verschillende manieren. Ik kan bijvoorbeeld bij de snelle selectie kiezen voor onderwerp selecteren. Daar heb ik al eens een filmpje over gemaakt. Klik hierboven even om dat te bekijken. En je ziet er wordt een selectie gemaakt. Nou, helemaal perfect is hij niet. Hier tussen de arm en de lichaam wordt gewoon doorgeselecteerd en eigenlijk hier bij de haar, haar dat is gewoon helemaal niet geselecteerd en dat is dus eigenlijk gewoon zeer slecht. Dus dit is niet de manier waarop we dat gaan doen. Ik druk op Ctrl D om een selectie weer op te heffen, maar ik blijf wel even bij dat snelle selectie gereedschap, want er zit ook nog een optie selecteren en maskeren. Als je daarop klikt, dan krijg je zeg maar een soort nieuw venster in Photoshop en dat is in dit geval dus dit. En dit is ook een selectiemethode. Je hebt verschillende modussen om het weer te geven. En op dit moment staat hij op bedekken. Wat geselecteerd is, is in dit geval rood. Nou, ik klik even op geanimeerd, want dan zie je de foto weer. We moeten dus een selectie gaan maken van ons model, maar we willen een nette selectie. En om te beginnen ga ik eerst aan de linkerkant het gereedschap snel selecteren kiezen. En dat is gewoon het bovenste icoontje. En ik ga heel makkelijk over mijn model heen. En ik selecteer zo iedere keer een klein stapje. En dit is ongeveer hetzelfde als wat we net hadden. Ga ik nu naar de modus bedekken, dan zie je dat bijvoorbeeld alleen de achtergrond wit is. Alleen de delen die geselecteerd zijn, die zijn wit. En hier rechts is het ook nog een fout, maar ik kan deze dekking dus een klein beetje terughalen om zo dus een beetje door de foto heen te kijken. En ik kan ook zeggen van nou we selecteren ook dit stukje er netjes bij. En dat was dus niet de bedoeling dat we dit stuk tussen de armen hadden geselecteerd. Dus ik ga naar het selectiegereedschap en hierboven druk ik op de min. Of ik hou even tijdelijk de Alt-toets ingedrukt en dan zie je dat mijn cursor ook een min wordt. En ik haal dit gebied er gewoon uit. Is deze selectie beter dan daar straks? Nee, helemaal nog niet. Maar ik kan deze selectie gewoon veel beter maken. Photoshop is slim genoeg en ja, stiekem eigenlijk ook gewoon duur genoeg dat je mag zeggen van hé, hey, dat kun jij zelf wel gewoon oplossen. Nou, en daar zit hiervoor dus die tweede kwast en dat is de kwast randen verfijnen. En dat is wel een magisch kwastje in Photoshop, want dat kijkt eigenlijk naar jouw foto, wat je aan het selecteren bent, het kijkt eromheen en het gaat voor jou gewoon heel netjes uitrekenen van nou, waarschijnlijk zul je dan dit wel willen behouden. Want als ik bijvoorbeeld eens met die kwast over de haren hierheen ga, je ziet er zijn witte stukjes door het haar te zien, maar er zijn ook stukjes haar die gewoon in het rood wegvallen. Dat betekent dat ze dadelijk geselecteerd worden en dat wil ik dus niet. Nou, en ik ga daar gewoon overheen verven en zo pak ik verschillende stukjes haar. En als ik dan de muisknop loslaat, dan gaat Photoshop rekenen en je ziet, mijn selectie wordt al gewoon veel makkelijker. En als ik dat dus zo even over alle stukken doe. Dan krijg ik dus gewoon een vrij aardige selectie. Als ik eerst eens even dit stukje onderhanden pak. Ik wil dit er gewoon bij hebben. En dit hele kleine stukje weer niet. Nou, dat snapt Photoshop niet. Dan heb ik ook nog de gewone kwast als derde optie. En daarmee kun je dus gewoon bij selecteren of er juist weer afhalen. Je ziet langzaamaan komen die hoekjes er dus gewoon bij. En eventueel vul je ze nog gewoon in. Maar die tweede kwast, randen verfijnen, dat is dus een perfecte kwast voor als het gaat om haren en selecties maken. Je hoeft er eigenlijk maar gewoon lichtjes overheen te verven en Photoshop rekent voor jou gewoon een hele hoop andere dingen uit. Kijk bijvoorbeeld naar deze losse haren die hier aan de zijkant hangen. Daar straks waren ze gewoon helemaal niet mee geselecteerd. Als je er overheen gaat, dan pakt hij ze gewoon mee. Eventueel zou je de straal nog een klein beetje kunnen verhogen, zodat hij iets nauwkeuriger kijkt. En je kunt gewoon zo alles netjes overschilderen. En je zult zien dat het dadelijk aardig intact blijft. Wil ik nou een beter voorproefje krijgen van hoe het eruit ziet? Ik ga gewoon mijn weergave veranderen naar op zwart. Want we hebben natuurlijk de foto tegen een witte achtergrond gemaakt. Dus ik wil kijken hoe het een beetje in het andere uiterste uitkomt. En ik kies voor op zwart. En je ziet gewoon dat netjes al mijn haren geselecteerd zijn. Ook hier zit nog een klein stukje, wat we natuurlijk niet nodig hebben, dadelijk. Dus dat haal ik ook even uit de selectie. En ik ga het zo even laten. Dit is dus dadelijk mijn uiteindelijke selectie. Ik heb het model geselecteerd en niet de achtergrond. Als ik bijvoorbeeld de dekking even helemaal wegzet, of ik zet hem bijvoorbeeld op geanimeerd, dan zie je dat ik een vrij aardig goede selectie heb. Ja, het lijkt erop alsof mijn haren hier niet zijn meegeselecteerd. Maar eigenlijk zijn ze niet geselecteerd genoeg. Ze zijn te dun om er uh, ja, streepjes omheen te laten lopen. En nu kan ik dus gewoon zeggen van, hé, hey, ga iets doen met deze selectie. Want als ik nu op oké OK druk, dan zal die deze selectie dus doorvoeren in Photoshop. Je kunt eventueel ook nog zeggen van, nou, maak er een laagmasker of een nieuwe laag van. Maar in dit geval is selectie even de beste optie. En ik druk op oké. OK. Ik heb nu dus een selectie van mijn model. En ik wil dus een selectie van de achtergrond. Dus ik ga mijn selectie omkeren. En dat doe ik met de sneltoets Ctrl-Shift en I. En je ziet op zich, mijn model blijft geselecteerd, maar om de buitenste rand, daar staan ook bewegende lijntjes. En dat betekent dat alles rondom mijn model is geselecteerd. En als ik nu een aanpassingslaag ga maken van niveaus, dan zie je dat daar meteen een masker bij komt. En dit masker betekent dat het niet overal actief is. Waar het wit is in het masker, daar wordt het filter actief. En waar het zwart is, daar is het niet actief. Je ziet, ik krijg ook een ander histogram. Want dit histogram is alleen gebaseerd op wat er zichtbaar is in mijn foto. En nu kan ik dus gewoon weer met het pipetje klikken. En ik krijg een stralende witte achtergrond. Die in ieder geval een heel stuk beter is. Want de jurk en mijn model blijven gewoon intact. En ook de haren hier zijn gewoon netjes geselecteerd. Ik zie geen rare randjes eromheen. Dit is gewoon iets waar ik tevreden mee ben en waar je mee verder kunt werken. En zo eenvoudig is het dus om in een handomdraai een achtergrond die net niet helemaal wit is, wel gewoon spierwit te maken. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei.